President Desi Bouterse is gisteren in het praatprogramma Bakana Tori, gepresenteerd door zijn woordvoerder Clifton Lumburg, uitvoerig ingegaan op de actualiteiten. Zo heeft hij de vooruitzichten van de regering gepresenteerd. Luisteraars hadden de gelegenheid om rechtstreeks vragen te stellen aan de president. Bouterse ging in op de economische en politieke ontwikkelingen. De kwestie Alcoa kwam ook aan de orde, evenals het grondbeleid en natuurlijk de komende verkiezingen. Het werd een extra lange Bakana Tori-editie, waarbij de president onder andere aangaf dat wij ons moeten focussen op 2020 en niet moeten doen als krabben in een ton. Ten aanzien van de wet op de staatsschuld zei Bouterse dat de regering niet zomaar leningen sluit. Hij ziet de klacht van de VHP, al zou het leningenplafond zijn overschreden, als een loze aanval. Nou, een politieke stunt. En ze mogen natuurlijk, maar het gaat geen soelaas bieden. Maar ze zeggen de wet is daar en je mag die wet de zaak niet overschrijden. Ja, de wet is daar en u interpreteert de wet en ander interpreteert de wet. Dus er zijn drie interpretaties, zegt men, maar wij zeggen dit is de interpretatie en daaruitgaande is er niks aan de hand. Natuurlijk, men begrijpt de maar, want inderdaad is meneer Hoofdraad weer voor een lening. En de mensen denken dat, lenen, het is heel bijzonder belangrijk dat je met de leningen je zaken concentreert om een beter overzicht te hebben, maar daarboven om de productie op gang te komen om in tijd steeds minder te lenen. Dus je moet lenen, eigenlijk in actie is ref af. Bijna Karwan Konder zijn alleen, althans derde wereldlanden. Je moet. En er moet controle zijn, er moet duidelijk zijn dat je overzicht moet doen. Want stappenplan dit, te uiteke lening, dat we aangeven in welke fases wij het einde kunnen aankondigen van zo'n lening en wat dan ondertussen daarmee gebeurd is. De president haalde aan dat het grondbeleid historisch een zeer moeilijke achtergrond heeft. De regering probeert daarom heel voorzichtig deze zaken aan te pakken. Hij kondigde aan dat binnen enkele weken wederom gronduitgiften zullen plaatsvinden. Aan het eind van het programma zei Bouterse dat de koers van de US dollar in november drastisch verlaagd zal worden.